Welkom bij Sranantori, het programma dat je in een oogwenk op de hoogte brengt van de belangrijkste feiten en laatste informatie gepresenteerd in een tijdloos strakke stijl. Blijf bij ons voor een snelle, maar grondige update van de actualiteit. Volg ons via kanaal 12.3 en de Facebookpage van ATV. Voor de laatste korte updates, check de TikTokpagina van ATV. Snel, scherp, altijd bij de tijd, Sranantori. Welkom bij een nieuwe aflevering van Sranantori, een programma waarbij wij actualiteiten bespreken. Vandaag voeren wij een gesprek met de voorzitter van PRO, de heer Soetjaran. We zitten vandaag met de heer Soetjaran. Meneer Soetjaran, hoe gaat het met u? Hey, go goed. Zo, u bent nu dus de voorzitter van de PRO, er is een nieuw hoofdbestuur. Wat is jullie politieke visie? Ik ben dus niet nu voorzitter, hè. Ik ben voorzitter vanaf de oprichting. We hebben nu de verkiezingen gehouden, omdat de termijnen van het bestuur, van het hoofdbestuur bij de PRO, die zijn van 6 jaren. Dus de eerste termijn, ik maakte deel uit van het oprichtingsbestuur. Ik was voorzitter in het begin. Er waren toen 3 politieke leiders. Later hebben we dat veranderd. In 2023 heeft de algemene vergadering toestemming gegeven om te gaan naar 1 politieke leider. En ik ben dus vanaf 2023 ben ik dus voorzitter en politieke leider. En we hebben dus nu de verkiezing gehouden afgelopen zaterdag. Voor het eerst, hè. Deze verkiezingen zijn de eerste verkiezingen. Ik zeg het een beetje trots. Eerste verkiezingen van de PRO voor een nieuw hoofdbestuur. En ik ben gekozen tot voorzitter politiek leider voor de periode 2024 tot 2030. En wat was de deel van je vraag, de visie van het bestuur? Ja, nou kijk, dit bestuur gaat eigenlijk het werk moeten voortzetten. Wat het vorige bestuur waar ik deel van uitmaakte heeft gedaan. In dit bestuur zitten, even kijken, 5 personen die uit zeg maar het oude bestuur komen. Dus de politieke visie zal niet veranderen. Het kan ook niet veranderen, want de politieke visie van de PRO is verankerd in de statuten en in andere documenten van de PRO. Dus ieder die deel uitmaakt van het hoofdbestuur is gehouden die politieke visie te dragen en ook te verkondigen. De PRO is gebaseerd op de liberale democratie. Liberale democratie wil zeggen dat het individu vrij wordt gelaten. En democratie wil zeggen dat het volk regeert. Maar wat je bij de PRO hebt, behalve dus dat je hebt een liberale democratische grondslag, heb je ook nog dat de PRO zegt dat er wel een sterke sociale inslag moet zijn. Omdat wij, de PRO, huldigen de opvatting dat niemand achter mag blijven. Ieder mens dient vooruit te gaan. Ieder mens dient een beter leven te ervaren. En de PRO heeft, dat weet je ondertussen, twee pijlers, zeg maar, die het werk moeten doen. En dat zijn recht en ontwikkeling. In de ontwikkelingsvisie van de PRO, die geschreven is in 2019, voor de periode 2019 tot 2044, is uitgelegd door ons, door de PRO, hoe die twee instrumenten van recht en ontwikkeling gebruikt kunnen worden om welzijn en welvaart voor iedereen in Suriname te brengen. Oké, en als men uit de buitenparlementaire partijen moest kiezen, waaronder ook de A20, DOE, HVB, DA91 enzovoorts en PRO, waarom zouden ze voor PRO moeten kiezen? Wat onderscheidt jullie van de overige politieke partijen? Ja, dus zoals ik zo even zei, de PRO is gebaseerd op dat gedachtegoed toch, liberale democratie. Maar die twee instrumenten, recht en ontwikkeling, dat vormen dus zeg maar die katalysators die het gaan moeten doen. Waarom zeg ik dat PRO zich onderscheidt van alle politieke partijen in Suriname, is dat PRO heel duidelijk een ideologie heeft waarbij het recht van het individu centraal staat.
De filosofie van de pro is zo dat de mens de centrale entiteit is in een samenleving. Dus het individu wordt centraal gesteld. De pro is ervan overtuigd dat als er naar gestreefd wordt dat alle mensen hun rechten kunnen beleven, dat alle mensen vooruit zullen gaan, alle mensen een beter leven zullen hebben en dat er dus automatisch ontwikkeling zal komen voor al die mensen. En naarmate je daarin doorgaat, dus rechten te laten beleven, zodat er ontwikkeling komt, zal je steeds op een hoger niveau komen van rechtsbeleving en van ontwikkeling. Waarom zeggen wij dat de pro zich ook onderscheidt? Heeft te maken met het feit dat de pro de kennis en de kunde heeft om Suriname te helpen besturen. Binnen de pro zijn er heel wat juristen en hele ervaren juristen ook. En er zijn ondernemers die kennis hebben van, met name de juristen, dan heb ik het nu over, die hebben kennis over de staatsinrichting van Suriname, over de grondwet, over alle andere wetten van Suriname, de comptabiliteitswet, maar ook alle beginselen van behoorlijk bestuur. Maar ook hoe mensenrechten, zeg maar, in de praktijk kunnen worden laten beleefd. Dus die juridische kennis van de pro is belangrijk om Suriname goed te besturen. Tot nu toe hebben we gezien dat door gebrek in het bestuur van Suriname aan juridisch-bestuurlijke kennis, dat er heel wat fouten worden gemaakt. Al die dingen die de afgelopen periode zijn gebeurd, zoals je kent de kwestie van HPSG, Pan-American, weet je, Surfin, Oppenheimer, al dat soort dingen die gebeuren, hebben te maken met gebrek aan juridische kennis. En politiek-bestuurlijke juridische kennis bedoel ik dan. En daardoor wordt er slecht bestuurd. Als je weet hoeveel vonnissen er de afgelopen periode geweest zijn tegen de staat Suriname, waarbij de staat veroordeeld is om zoveel dwangsommen te betalen, dat loopt in de tientallen miljoenen SRD. Als dat geld gebruikt zou kunnen worden voor andere belangrijke zaken, zoals onderwijs, gezondheidszorg, dan komt dat de samenleving ten goede. Dus onderschat de impact van slecht bestuur niet wat dat op het volk heeft. Dus het is belangrijk dat er goed bestuur plaatsvindt. En goed bestuur heeft te maken met juridische kennis van het besturen in zijn algemeenheid. En hoe zal jullie verkiezingscampagne dan eruit zien? Zijn jullie ook van plan om naar de andere districten te gaan? Kijk, de pro is vanaf haar oprichting in 2018, heeft de pro eigenlijk als nieuwe politieke partij, een jonge politieke partij, heeft de pro toch wel laten zien dat zij het belangrijk vindt dat er overal in Suriname ontwikkeling wordt gebracht. Voor iedereen. Dat heeft de pro aangetoond vanaf haar oprichting. De pro is in alle districten zowat geweest. Nee, we zijn wel in alle districten geweest om campagne te voeren. We hebben niet in alle districten aan de verkiezingen meegedaan. Maar we zijn wel overal gegaan om mensen uit te leggen dat Suriname anders bestuurd moet worden. En dat de pro daarin kan helpen. Dus ook nu gaan we dat doen. Maar we gaan het veel meer doen dan de vorige verkiezingen. We gaan veel harder werken. We gaan naar meer mensen gaan dan toen. Omdat we hebben ontdekt dat dat is wat de kiezer wil. De kiezer wil dat je met hem en met haar komt praten en komt uitleggen wat je als politieke partij voor de Surinaamse samenleving wil doen. Dus de pro gaat meer dan in 2020 en 2019 de kiezer opzoeken en de kiezer uitleggen waarom zij nu anders moeten stemmen. En met anders stemmen bedoel ik niet etnisch stemmen meer.
We moeten in Suriname niet meer etnisch stemmen. Etnisch stemmen houdt onze samenleving verdeeld. En doordat het onze samenleving verdeeld houdt, houdt het onze eigen ontwikkeling achter. Dus wij, het volk van Suriname, moeten daar verandering in brengen door niet meer etnisch te stemmen, maar te stemmen op kandidaten die integer, dus eerlijk en deskundig zijn. Waar gaat de PRO de aandacht op vestigen? Ik heb in mijn toespraak afgelopen zaterdag heb ik 5 dingen genoemd. Het eerste is wat de PRO gaat doen en dat is, daarom staat ook, daaruit zie je ook dat de PRO de mens centraal stelt. Wij gaan de kennis van de burger op het gebied van het recht helpen vergroten. Als we daarin slagen, als we kunnen bereiken dat we de kennis van het recht bij elke burger vergroten, gaat een ieder betere keuzes kunnen maken. En als je betere keuzes kan maken, kan je die keuzes maken die ervoor zullen zorgen dat je ontwikkeling gaat ervaren. Je gaat geen verkeerde verwachtingen meer in je hoofd hebben, omdat je nu kennis hebt over het recht. Dus dat gaan we doen. We gaan de burgers hun kennis over het recht bijspijkeren. Dat is 1. Tweede wat we gaan doen. We gaan de rechtsstaat Suriname gaan we aanzienlijk versterken. Dus in de politieke campagne die we gaan voeren zijn dit 2 van de dingen waar we aan gaan werken. We gaan dus de burger laten zien. Als wij gekozen worden, als kandidaten van de PRO gekozen worden en ze komen in DNA, gaat PRO een initiatief voorstel doen voor een nieuw grondwet. En daarin gaan we een aantal dingen vastleggen om zeg maar de macht van het parlement beter tot uiting te laten komen. We gaan ook de positie van de president beter regelen dan het nu geregeld is. Nu lijkt het erop alsof we in een alsof Suriname een presidentiële democratie is. Maar dat is het niet. Suriname is een parlementaire democratie. Derde waaraan we gaan, waarop we gaan focussen in onze campagne, is onderwijs. Ik zeg het in deze volgorde, maar PRO heeft altijd gezegd dat onderwijs op nummer 1 moet staan. Is het eerste beleidsgebied waar veel aandacht aan gegeven moet worden. Want we hebben gezien dat, en dat heeft de ex-minister van Onderwijs ons verteld, dat 45% van onze bevolking niet verder is gegaan dan de 4e klas van de basisschool. Nou, dat is erg. Dat soort zaken houdt onze ontwikkeling op. Dat betekent dus dat we moeten investeren in onderwijs. Onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen in Suriname, waar je ook woont. En het moet duurzaam zijn. Het moet niet met allerlei onderbrekingen zijn. En dat studiemateriaal moet ook op Suriname gericht zijn. We moeten geen studiemateriaal aan kinderen geven dat uit het buitenland komt. De kinderen herkennen zich daar niet in. Vierde onderdeel waar in de campagne zwaar op gezeten gaat worden is gezondheidszorg. Wij weten dat alleen gezonde mensen zijn in staat te produceren. Zieke mensen kunnen niet produceren. Dat betekent ook dat je moet investeren in de gezondheid van je mensen. En we weten dat de gezondheid Suriname in Suriname nu heel slecht is. Dus dat gaat een van de beleidsgebieden worden waar PRO heel zwaar op gaat zitten. En het vijfde beleidsgebied waar veel aandacht aan geschonken gaat worden is veiligheid. We moeten de veiligheid in ons land moet aanzienlijk verbeterd worden. We hebben gezien dat de afgelopen periode er heel veel criminaliteit heerst. En dat creëert een onveilige situatie. Wanneer ik deze beleidsgebieden noem, waarop in de campagne de focus gelegd gaat worden, moet u ze niet zien als losse onderdelen. Ze hangen samen met elkaar. Dus wil je goed onderwijs realiseren, ga je ook ervoor moeten zorgen dat de rechtsstaat sterk is. Wil je de rechtsstaat sterk maken, ga je ervoor moeten zorgen dat de economie goed draait. Maar de economie kan alleen goed draaien als er vertrouwen is in Suriname
en in Surinaamse ondernemers. Surinaamse ondernemers moeten ook vertrouwen hebben in de overheid. Dus al die gebieden hangen met elkaar samen. Dus ze moeten niet los worden gezien. Dus dat zijn de, zeg maar, de thema's waar de pro in de campagne, dus vanaf nu, want afgelopen zaterdag hebben we de verkiezingscampagne ingeluid. Dus vanaf nu tot aan 25 mei 2025 gaat de pro hierop focussen. Jullie plan schijnt goed te zijn, maar dan wil ik het nu hebben over het samenbundelen. Waarom lukt het samenbundelen bij niet-grote partijen niet? Denkt u misschien dat het volk deze partijen niet als realistische partijen ziet? Kijk, in de politiek, ook in Suriname, maar ook in andere landen, is het zo dat er altijd al politieke partijen worden opgericht. Politieke partijen worden niet zomaar opgericht. Het is niet zo dat je een dag opstaat en je zegt, weet je wat, ik ga een politieke partij oprichten. Je richt een politieke partij op omdat je ziet dat het niet goed gaat in die samenleving. In Suriname zien we dat Suriname is zo'n rijk land, toch is er zoveel armoede. We zijn al bijna 50 jaar onafhankelijk en de afgelopen regeringen hebben die armoede toch niet kunnen bestrijden. Dus iets is niet goed. Er wordt niet goed bestuurd in Suriname. En dat moet veranderen en het moet nu veranderen. Hè? Dus als je zegt, waarom werken de niet grote politieke partijen niet samen? Het is niet zo dat de pro dat niet opzoekt. De pro heeft bij de verkiezingen van 2020 laten zien dat zij in staat is samen te werken. We hebben toen samengewerkt met de Amazonepartij Suriname. APS. We zijn met die partij, uiteindelijk is het ons alleen met die partij gelukt om een samenwerking aan te gaan en ook dus gezamenlijk aan de verkiezingen deel te nemen. Maar de pro heeft in die periode met een reeks andere partijen gepraat. Er zijn heel veel gesprekken gevoerd. Maar het gaat inderdaad niet gemakkelijk. Je bereikt niet gemakkelijk een samenwerking met andere partijen. Daar moet je soms veel meer tijd voor hebben. Je moet ook goed weten te onderhandelen, maar niet alleen de pro moet goed weten te onderhandelen, ook de andere partijen moeten goed weten te onderhandelen. Ik was persoonlijk betrokken bij een reeks van die gesprekken en ik heb gezien dat bij sommige van die politieke partijen er verkeerde verwachtingen ontstaan en verkeerde zeg maar belangen op tafel worden gelegd die een mogelijke samenwerking tegenhouden. En dat moet anders. Er moet anders gepraat worden, anders gecommuniceerd worden, anders onderhandeld worden, zodat die samenwerking wel komt. De pro is ervan overtuigd dat bij politiek voering je open moet staan voor samenwerking. En dat heeft de pro ook gedemonstreerd in 2020. En dat gaan we nu ook weer doen. We gaan kijken naar de mogelijkheden die er bestaan voor samenwerking. U weet dat er een verbod is om samen te bundelen. Hè? Dat is een wettelijk verbod. Dat is een maatregel die getroffen is door de vorige regering. Die maatregel is in strijd met het recht van Suriname, vind ik persoonlijk. Alleen is het de pro nog niet gelukt om het van tafel te krijgen. Hetzelfde geldt voor die waarborgsom. Deze regering heeft de waarborgsom verhoogd. Ik weet niet of u het weet, maar laat me het maar zeggen, dan horen je kijkers dat. En politieke partijen moeten $20.000 betalen om aan de verkiezingen mee te doen. Dat is absurd. Hoe kan je een dergelijke verplichting opleggen aan je burgers, omdat ze van hun politieke rechten gebruik willen maken? De pro gaat ervoor zorgen dat van die waarborgsom ook van tafel wordt gehaald. Als het niet nu lukt, lukt het een andere keer zeker wel. Dus voor wat betreft samenwerking, de pro staat ervoor open. De welbekende Anton Karg had aangegeven dat hij zichzelf niet verkiesbaar stelt. Maar wat is de reden van de andere mensen? Dan heb ik het over de heer Curtis, de heer Pakito en de heer Benito Pik. De redenen zijn er is ook nog een andere bestuurslid, zijn naam heb je niet genoemd, is Kai Du. Enkele van de gewezen hoofdbestuursleden hebben prioriteit gegeven aan hun gezinsleven.
slash hun onderneming, laten we dat erbij noemen. En dat geldt voor personen als Anton Karp. Maar ik moet er tegelijkertijd erbij zeggen dat hij zich beschikbaar houdt voor de pro. Hij gaat met name, de pro heeft een jaar of twee geleden, zeg ik zo uit het hoofd, een kaderschool opgericht. Daar gaat hij dus een leiding aan geven. Maar hij gaat ook nauw betrokken zijn bij andere activiteiten van de pro. Weet je, het besturen van een politieke partij, daar gaat veel tijd in zitten. En de pro, we vergaderen haast elke donderdagavond. En daar gaan dus elke week ben je daarmee bezig. Dat neemt best wel tijd van je. Dus ook de verantwoordelijkheid die het besturen van de pro op je legt, neemt ook tijd van je. Want je moet bij andere activiteiten aanwezig zijn en meedoen. Dus ik begrijp dat. Ik heb begrip voor het feit dat enkele van de gewezen bestuursleden zeg maar zich niet kandidaat hebben gesteld. Dat is even zeker, dat vijf heb ik dat gezegd. Vijf hebben zich wel kandidaat gesteld. Dus, dus dat is de reden van de meeste. Curtis Hofwijks bijvoorbeeld. Dat is bij hem ook zo. Dat hij dus, dat zijn jonge jongens. Die met jonge gezinnen. Dus ze hebben andere verplichtingen. Andere verantwoordelijkheden. Ik heb dat niet meer. Maar zij hebben echt jonge gezinnen en hun onderneming. Dus ik begrijp waarom ze die keuze maken. Maar ook van Curtis kan ik zeggen, ik heb hem vandaag trouwens ook gesproken. Hij blijft bij de pro. En wie weet hoe dat na vandaag zich zal ontwikkelen. Want het is niet zo dat dit bestuur statisch is. Dit bestuur mag aangevuld worden. Het bestaat nu uit 6 personen. We gaan het heel binnenkort al uitbreiden. Want we willen niet een even aantal bestuursleden hebben. Maar het aantal bestuursleden mag uitgebreid worden naar 15. Voor Stefano Biervliet. Hij heeft zich niet kandidaat gesteld. Ik weet niet of je het weet. Maar er is nog immer die strafzaak die tegen hem loopt. We weten dat Stefano een van zeg maar harde werkers is in de pro. Dat is voor Anton Karig en Curtis ook hetzelfde hoor. Een van de harde werkers. Hij is vanaf hij toegetreden is tot het bestuur, heeft hij dus zijn bijdrage geleverd en dat wordt gewaardeerd. Het zijn allemaal jonge mensen die in de pro zeg maar een plek kunnen vinden om hun politieke ambitie zeg maar tot uiting te laten komen en te groeien naar volwassen politici een keer, weet je. Dus dat is wel iets waar de pro op let. Maar hij heeft zich niet kandidaat gesteld. Wij gaan ervan uit, en dat zeg ik hier ook, ik ga ervan uit dat Stefano vrijgesproken wordt. Want hij heeft zich niet schuldig gemaakt in mijn ogen aan enig strafbaar feit. Hij heeft een protestmars georganiseerd, wat hij mag. Dat is een recht wat hem toekomt. Maar anderen hebben daar een andere wending aan gegeven. En daar zijn zij voor verantwoordelijk, maar hij niet. Dus we hopen dat die strafzaak tegen hem zo snel als mogelijk tot een eind komt. En hij zal voorgedragen worden weer om toe te treden tot het bestuur. En wij gaan ervan uit, gelet op zijn bijdrage tot nu toe, dat het zittende bestuur daar geen moeite mee zal hebben. En wie heb ik nog niet gehad? Benito Piek is al veel langer uit het bestuur. Hij is al zeker 2 jaar, zeg ik zo, uit het hoofd, uit het bestuur. Hij had andere verplichtingen. Ik zei al zo even, er gaat veel tijd zitten in het besturen van de partij. En je moet dat dus wel kunnen opbrengen. Je moet wel die ruimte hebben om de tijd voor het besturen van de partij vrij te maken. Ja, en
u bent ervan op de hoogte dat er een boek was geschreven. Het is een beetje een persoonlijke vraag. Ja. En men zegt dat u de president op de verkeerde been hebt gezet. Wat zegt u daar, daartegen? Dus over het algemeen is het zo dat je zit nu in mijn kantoor, hè? Ik ben hier advocaat, maar je bent me komen spreken als voorzitter van PRO. Over het algemeen spreek je niet over zaken waarin je als advocaat hebt gewerkt. Ik weet wel waar je het over hebt. Ik heb daar als advocaat gewerkt. Maar laat me die vraag van je in zijn algemeenheid beantwoorden. Als advocaat zet je een cliënt nooit op het verkeerde been. Ik denk dat ik daarmee kan volstaan. Dat ik heb nooit in mijn werk als advocaat een cliënt op het verkeerde been gezet. Okay. Hoeveel zetels denkt u dat de partij zou halen? Deze vraag is leuk. deze vraag is leuk. Kijk, ik heb altijd gezegd. Mensen vragen me dit vaak. Hoeveel zetels gaat de PRO? Toch? Hoeveel zetels denk je, Gerold, dat de PRO gaat halen? Hoeveel zetels wil je? Hoeveel zetels wil de PRO? Alsof je die dingen ergens kan halen. Hè? Zo gemakkelijk is het niet. Maar wat ik altijd heb gezegd. De PRO gaat voor zoveel zetels als de kiezer haar wil geven. Hè? Dus het ligt aan de kiezer. Als de kiezer zegt 5, dan is het 5. Als de kiezer zegt 3, dan is het 3. Dus ik wil wel iets uitleggen, als dat mag. In Suriname is het zo dat de president in het parlement gekozen wordt. En er mogen voordrachten worden gedaan voor een kandidaat-president. Om een voordracht te mogen doen, heb je 7 zetels nodig. Dus pas als je 7 zetels hebt, kan je een kandidaat voordragen om gekozen te worden tot president. Natuurlijk mogen die 7 zetels een combinatie zijn van meer partijen die een president voordragen. In Suriname is het zo dat als je kijkt naar ons huidig, huidig model van hoe de president functioneert en de ruimte die hij ook krijgt, daarin, dan zie je dat het belangrijk is dat Suriname over een integere en deskundige president komt te beschikken. Zeker nu. Suriname gaat nu hele belangrijke tijden tegemoet. En ik heb het dan over de olie- en gasindustrie die in Suriname gaat aanstonds gaat plaatsvinden. Het is belangrijk dat Suriname een president heeft die de Surinaamse samenleving ook kan bundelen. Die een eenheid kan maken van de Surinaamse samenleving. Onze Surinaamse samenleving, zei het zo even al, door die etnische politiek is onze Surinaamse samenleving verdeeld. Je hebt aan de ene kant dat gewerkt wordt voor de Hindustanen, de andere kant voor de Marrons, de andere kant voor de Kriolen, de andere kant voor de Javanen. Ik wil dat niet, de PRO wil dat niet. De PRO wil dat we als eenheid kunnen optrekken, dat we een hechte Surinaamse samenleving worden. En daar moet een president ook voor zorgen. Het is ook zijn taak om ervoor te zorgen dat de Surinaamse samenleving een hechte samenleving is, die één is. Want alleen als je die eenheid hebt, gaan we geven om elkaar en we gaan willen dat de ander ook vooruitkomt en ook ontwikkeling ervaart. Maar als je etnische politiek voorstaat, als je etnische politiek voert, dan span je alleen in voor de mensen die op je lijken. Want die mensen gaan ook weer op je stemmen. En willen we in Suriname die echte verandering hebben, en wij bepleiten dat die verandering nu moet komen, gelet op alle ontwikkelingen die plaatsvinden, dan zou het fijn zijn als PRO een kandidaat kan voordragen. Maar om die kandidaat te kunnen voordragen, moet PRO dan die 7 zetels hebben. Tot slot, heeft u misschien een boodschap die u wilt meegeven aan de kijkers? Ik heb zeker een boodschap aan de kijkers en aan de kiezer met name.
Want niet iedereen die in Suriname woont mag stemmen, hè, mag kiezen. Maar wat ik nu ga zeggen is gericht aan de kiezer. Wij van de PRO vragen aan de kiezer, help de PRO in het bestuur van Suriname te komen. Ons land wordt slecht bestuurd en daarom is er nog zoveel armoede. Door het slechte bestuur gaan er veel dingen fout. Middelen van de samenleving worden niet op de juiste manier aangewend. Den Gudu Fusranang, de rijkdommen van Suriname, worden niet op een eerlijke manier over alle Surinamers verdeeld. Dat slechte bestuur, daar moeten we vanaf. En PRO heeft de kennis en de kunde. Ik zeg niet om alleen te besturen, want dat zou niet realistisch zijn, maar de PRO kan helpen. De kennis en de kunde die de PRO heeft, kan maken dat er beter bestuurd wordt. Dat er goed bestuurd wordt. Dat de middelen van deze, onze samenleving, dat die middelen op de juiste manier worden aangewend. En dat elke Surinamer vooruitgang in de zin van een beter leven kan ervaren. Dat is mijn boodschap. Dank u wel, meneer Sucharan. En ik wens de partij veel succes toe. Dank u wel. Dank u wel. Dat was het dan voor deze keer. Vergeet ons niet te volgen op Facebook, YouTube en TikTok. En dan zien we de volgende keer weer met een nieuwe aflevering van Stranantori. Stranantori. Snel, scherp, altijd bij de tijd.